Als het goed gaat, dan doen die vingers ook wat ik hoor. Dus als ik heel vrij wil spelen, of harmonisch hele vage dingen wil spelen, of ik denk ik ga nou eens totaal tegen de draad in andere dingen tegen een gegeven akkoordenschema inspelen, dan kan ik dat omdat ik een relatief gehoor ontwikkeld heb. Aan de ene kant door veel naar bebop en zelfs oude stijltjes en dergelijke te luisteren. Dus als ik free jazz wil spelen, dan is het gewoon belangrijk dat die coördinatie tussen je vingers en je gehoor in orde is. Anders heeft het gewoon geen zin om dat te gaan spelen. Dan kan je echt iemand die nog nooit een trompet in zijn handen heeft gehad, kun je zeggen van hier heb je een trompet en kruim hem wat raken. Dus als het goed is, dan doen de vingers als het ware automatisch wat het gehoor voorschrijft. Nou, het is prettig als dat geen obstakel is. Dat je daar niet meer over na hoeft te denken. Dat je gewoon dingen hoort en die meteen kunt spelen. En waar denk je dan op dat moment wel over na? Die ideeën. Ik probeer ideeën te creëren en op de achtergrond denk ik wel aan het akkoordenschema. Maar daar probeer ik wel zoveel mogelijk van af te wijken, zodat ik niet op dezelfde dingen terechtkom die al miljoenen mensen op de hele wereld spelen. Het idee moet dan de vingers net voor zijn? Ja, die vingers moeten gehoorzamen aan het gehoor, zeg maar. En dan kun je alles spelen wat je wil op het gebied van jazz en improvisatie dan. Is het niet ingewikkeld? Ja, het kost tijd, het is een investering van jaren, zo moet je het zien. Natuurlijk is het ingewikkeld. Want je weet ook nog niet eens vlak van tevoren welke kant die ideeën opgaan. Nee, en dat is me goed ook. Dat is me heel prettig ook dat je dat niet weet. Het moet voor jezelf ook verrassend blijven.